Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een van de mooiste herinneringen die ik heb aan mijn middelbare schoolperiode was het werkstuk dat ik maakte over het humanisme. De tijd van Maarten Luther, Erasmus en Nostradamus. De kans om mijn eigen onderwerp te kiezen en flink de diepte in te gaan, pakte ik met twee handen aan. En ik wist mijn ouders ervan te overtuigen dat ik mijn boeken echt alleen uit de Koninklijke Bibliotheek kon halen, dus dat er heel veel treinkaartjes naar Den Haag gesponsord moesten worden. Want voorzitter, Wikipedia bestond nog niet. Maarten Luther was de felste van de drie. Hij stelde de misstanden in de katholieke kerk aan de orde en stond aan de basis van de reformatie. Erasmus was gematigder. Hij wilde een geordende overgang, hervorming van binnenuit. En Nostradamus koos een hele andere route. Hij hield zich voor de buitenwereld aan het verbod op een andere religie, maar leerde stiekem Hebreeuws en besteedde zijn aandacht aan de wetenschap van de toekomstvoorspelling. En voorzitter, ik zie daarin een trend. Erasmus was 20 jaar ouder dan Luther. Luther was op zijn beurt 20 jaar ouder dan Nostradamus. De oudste koos voor kleine stapjes vooruit. De jongere voor radicale hervorming via felle teksten. En de jongste koos zijn eigen weg en ging het gewoon doen. Zijn toekomstvoorspellingen zijn 500 jaar later nog altijd voer voor discussie en wetenschappelijk onderzoek. En ook in de lerarenpopulatie zie je deze driedeling. De oudere garde die gewoon vindt dat het nu allemaal prima gaat. De jongere garde die zichzelf groepeert en actief discussieert over een nieuw onderwijsbestel. Maar ook een groep pioniers die gewoon doen. Die het nieuwe onderwijs en de vaardigheden van de 21ste eeuw al lang aan het toepassen zijn. Nieuwe scholen ontstaan en moderne technieken bieden deze pioniers de mogelijkheid leerlingen te binden en te boeien. En voorzitter, in de politiek zouden wij eigenlijk ook toekomstvoorspellers moeten zijn. Zeker als het om het onderwijs gaat. We kijken misschien niet zo ver vooruit als Nostradamus, maar we leiden nu de mensen op die over 20 jaar onze samenleving draaiende moeten zien te houden. En wij moeten er nu voor zorgen dat het onderwijs hun daarvoor de juiste handvatten biedt. We moeten zorgen dat het onderwijs bij de tijd blijft. Als we mensen horen zeggen dat hun kinderen hetzelfde onderwijs krijgen als zij destijds hadden, moeten we ons echt ernstig zorgen gaan maken. Want er is nogal wat veranderd de afgelopen 30 jaar en dus zou er ook wat veranderd moeten zijn in het onderwijs. Maar de veranderingen in het onderwijs gaan traag. Te traag. De afgelopen maand is er uitgebreid gediscussieerd in Nederland over de toekomst. De robotspeech van minister Asscher hield de gemoederen van columnschrijvend Nederland flink bezig. Gaan grote groepen Nederlanders een baanloze toekomst tegemoet? Of zal de technologische vooruitgang, net als in het verleden, juist zorgen voor meer welvaart en vooral welzijn? Voorzitter, ook hier zijn drie reacties mogelijk. We kunnen net doen alsof er helemaal geen probleem is en nog eens opsommen hoe goed ons onderwijs wel niet is. En de MBO-raad lijkt hiervoor te kiezen als zij stellen dat er op niveau 2 en 3 echt nog meer dan voldoende banen zijn in de toekomst. Of we kunnen ons verliezen in doemscenario's. Ervan uitgaan dat half Nederland inderdaad thuis op de bank komt te zitten en alvast gaan nadenken over hoe we al die werklozen van een uitkering gaan voorzien. Nostradamus had hier ook een handje van. Een dreiging schetsen in dusdanige omvloerste termen dat het eerder verlammend dan inspirerend werkte. En ik hoop niet dat minister Asscher die kant op wil. Want voorzitter, de VVD kiest liever voor de derde optie. Niet eindeloos discussiëren over hoe de toekomst er over 20 jaar uitziet, maar onze economie zo inrichten dat we goed kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid. Een quote van een van Nostradamus' vakgenoten, Peter van Lieshout van de WRR. En voor het onderwijs kunnen we dat ook, voorzitter. Het onderwijs zo inrichten dat we beter zijn voorbereid op een toekomst waarvan we inderdaad nog niet weten hoe die er precies uit gaat zien. Er is immers al een redelijke consensus in Nederland over wat die vaardigheden voor de 21ste eeuw zijn. Een stevige basis in taal en rekenen, aangevuld met competenties als creativiteit, innovativiteit en ondernemerschap. Nu is ons onderwijs nog vooral gericht op kennisoverdracht en worden onze jongeren opgeleid voor één baan voor het leven. Terwijl we weten dat niet de kennis zelf, maar het toepassen van die kennis en je eigen baan weten te creëren steeds belangrijker worden. Daar hoef je geen Nostradamus voor te zijn. En bovendien hebben we een lijvig WRR-rapport waar nog voldoende aanbevelingen in staan om mee aan de slag te gaan. We moeten alleen durven. Durven en doen. Niet blijven steken in eindeloze discussies over het onderwijs van nu. Niet alleen een pilot hier en een experiment daar. Ik heb ze wel eens pleisters en aspirintjes genoemd. Maar grotere stappen durven nemen op weg naar het onderwijs voor de toekomst. En ja, voorzitter, soms vind ik minister Bussemaker iets te veel Erasmus en iets te weinig Maarten Luther. Ze blijft denken vanuit het huidige systeem en de gevestigde belangen. Laat ik dan een beetje meer Maarten Luther zijn en schreeuwen om verandering. Ik ga geen pamfletten op deuren spijkeren, maar ik ga ze straks wel aan de minister overhandigen. Want ik wil niet dat het onderwijs blijft zoals het is. Ik wil dat we vanuit de toekomst kijken naar wat onze leerlingen nu mee moeten geven.
Niet het huidige aanbod, maar de toekomstige vraag moet centraal staan in onze discussies over het onderwijs. Alleen dan geven we onze leerlingen een kans om de robotisering het hoofd te bieden. We moeten de robot niet vrezen, we moeten onze kinderen leren robots te bouwen. En voorzitter, daar kan de Maker Movement ons bij helpen. De Maker Movement is een internationale beweging die zich richt op de ontwikkeling van creativiteit en innovativiteit door te doen. Met gebruik van de nieuwste technieken wordt geknutseld, gemaakt en uitgevonden. Kinderen worden zo niet alleen consumenten van techniek, maar leren techniek begrijpen en ook in te zetten voor nieuwe producten of ideeën. En in Silicon Valley zijn de nieuwe makers al een begrip. En gelukkig is er ook in Nederland een netwerk aan het ontstaan van mensen uit het onderwijs, mensen uit de wereld van de creatieve industrie, design en cultuur, die zich samen inspannen om de Maker Movement ook in Nederland van de grond te krijgen. Soms gaat het om buitenschoolse activiteiten, soms binnen het onderwijs, soms door het organiseren van Maker Fairs of door een koppeling, zoals in Friesland, met de bibliotheken, het Friesklab. Voorzitter, ik zou graag zien dat deze pioniers geholpen worden om het onderwijs te veroveren. De beste manier om dat te doen is om te zorgen dat zij hun geweldige ervaringen en hun enthousiasme kunnen delen met de mensen in het onderwijs die ook verder willen kijken dan hun lesmethode oud is. Door de Maker Movement een herkenbaar merk te laten worden. En graag overhandig ik dan ook aan de staatssecretaris hun manifest, mede namens mijn collega Tanja Jatna Lansing van de Partij van de Arbeid. En ik zou de staatssecretaris en de minister dan ook willen vragen of zij mogelijkheden zien om aan de vraag van de Maker Movement tegemoet te komen. Ik kan me voorstellen dat hiervoor middelen uit cultuureducatie of het Fonds Creatieve Industrie kunnen worden ingezet. Want voorzitter, de VVD wil al die pioniers die met geweldige dingen bezig zijn in het onderwijs, zoals de bedrijven die hun eigen bedrijfsopleidingen zijn gestart, de leraren die de Maker Education op de kaart zetten en de private opleiders die met hun aanbod weten aan te sluiten op de vraag van werkend Nederland, steunen in hun strijd tegen de gevestigde orde en de gestolde polder. Ze hebben immers de leerling en hun toekomst centraal staan. En dat zouden wij